Als mensen zeggen ik heb meer schade gehad, dan kunnen ze ook altijd nog terecht bij de instelling waar ze hebben gezeten en eventueel een zaak beginnen. Het is ook niet zo dat we hiermee iets afkopen. Ik vind dat natuurlijk een lachertje. Ik heb er geen woorden voor. Ik denk dat er heel veel mensen tegen de borst aan worden getikt daarmee. 5000 euro. Sommige mensen zijn over de 70 en die hebben echt gewoon al tientallen jaren dat ze aan het strijden en het vechten zijn. En die hebben zo ontzettend veel schades, zijn alles kwijtgeraakt door hetgeen wat ze in hun jeugd hebben meegemaakt. Er is een Utrechts onderzoeker, Misha de Winter, die heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar geweld en misbruik in de jeugdzorg. Voor slachtoffers van 1945 tot nu. Daaruit bleek dat 3/4 van het aantal mensen die in de jeugdzorg heeft gezeten, psychisch geweld of fysiek geweld heeft meegemaakt. Dat zijn enorme aantallen en 1/10 van die mensen die heeft zelfs dat vaak tot zeer vaak meegemaakt. Er zijn 200.000 mensen die in de jeugdzorg hebben gezeten van 1945 tot nu. Dus als 3/4 inderdaad last heeft gehad van psychisch of fysiek geweld, dan zullen 150.000 mensen in aanmerking kunnen komen. Het kabinet heeft mij vorig jaar gevraagd om een vooronderzoek te doen naar mogelijk geweld dat zou zijn gepleegd vanaf na de oorlog tot heden tegen minderjarige kinderen en jongeren die in de jeugdzorg of in pleeggezinnen zijn geplaatst. En dat vooronderzoek zou een antwoord moeten geven op de vraag of het eigenlijk wel mogelijk is om over zo'n lange periode daar betrouwbare uitspraken over te doen. De 84-jarige Margriet Biemans werd als 5-jarig meisje tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog in een pleeggezin geplaatst. In dit huis in Limburg werd ze 2 jaar seksueel misbruikt en 3 jaar mishandeld. Maar haar verhaal wordt niet erkend, omdat het voor 1945 gebeurde, wat de startdatum van het onderzoek is. Volgens Margriet zei onderzoeker De Winter tegen haar dat dat komt omdat Nederland in de oorlog bezet werd door Duitsland en dus niet verantwoordelijk is. Er is nooit een Duitse bij mijn moeder geweest. Er is nooit een Duitse in het pleeggezin geweest. Er waren alleen maar Nederlanders. En daarom gaat Margriet nog 1 keer naar Nieuwegein. Hopend dat ook haar verhaal samen met dat van nog 8 anderen uit de oorlog gehoord wordt. Wat ik wil, dat wij die mensen die nog over zijn van de Tweede Wereld, wat zij in de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, ja, dat deze mensen ook gewoon als lotgenoten en als slachtoffer erkend worden door de Nederlandse staat. Want de Nederlandse staat heeft ons bij onze ouders weggehaald en in pleeggezinnen gestopt. Give me some. Ja. Een deel van mij, ja een deel van mij. Soms kijk ik, maar het is te veel voor mij. Ja, te veel voor mij. Maar het is een deel van mij, ja een deel van mij. Komen wij bij de laatste spreker voor de pauze. Dat is de familie Verkerk, die ook ervaringsdeskundigen zijn. Hi, ik ben Naomi Verkerk. Goedenavond, ik ben Cinderella Beuker. Ik ben Joelle Verkerk. Ik sta hier samen met mijn dochters. Hoe kan ik ons leven, wat al 17 jaar lang verwoest wordt, in 5 minuten uitleggen. Na de breuk met de vader van mijn 2 dochters en mijn zoon in 2006... heb ik een tegenslag gekregen, waardoor vanwege onder andere de geestelijke en lichamelijke mishandelingen tijdens onze relatie.
Ik heb toen de fout gedaan om in een korte periode voor mezelf te kiezen om weer op kracht te komen. Waarbij mijn kinderen bij mijn moeder verbleven. In deze periode duurde 4 dagen. De school heeft hiervan melding gemaakt, waardoor bij thuiskomst bleek dat door deze tijdelijke vlucht mijn kinderen onder toezicht zijn geplaatst van jeugdzorg. Ze waren op dat moment 8 en 5 jaar en mijn zoontje was 1. De uithuisplaatsing volgde al heel snel. In deze korte periode is er geen enkele hulp of overleg aangeboden, wat ik op dat moment heel erg nodig had gehad om mezelf te kunnen bewijzen. Mijn meiden zijn hier in de buurt in een crisiszin terechtgekomen, waar ik al heel lang merkte, heel snel merkte dat het niet goed ging. Ze zagen er heel verwaarloosd uit en uitgeput uit. Ik heb meerdere keren dit aangegeven bij bureau jeugdzorg en het werd elke keer van tafel afgevreesd. Zo van, ik moest me daar maar bij neerleggen. En het accepteren dat ik niet meer voor mijn kinderen mocht gaan zorgen. Mijn eerste herinnering, die ik mij nog goed voor ogen sta, is hoe ik van een stapelbed ben afgegooid, omdat we letterlijk gewoon aan het spelen waren. Daarnaast het geslagen worden door mijn pleegmoeder. Dit gebeurde bijna dagelijks. Ik weet nog heel goed dat het samen naar school lopen met mijn zus verboden was. En ik op kleine jonge leeftijd, in een vreemde wereld, ik was angstig. Uiteindelijk hadden we een route bedacht waardoor we dit stiekem konden doen. De man van het ouderlijke gezin stond regelmatig naar ons te gluren als we aan het douchen waren. Daar werden ook vele gesprekken gevoerd over lichaamsdelen waar deze voor bedoeld zijn besproken. Voor ons werd dit normaal. Ik kan uren doorgaan. Het zijn hele herinneringen die ik mijn eigen kinderen allemaal hoop te besparen. De meiden werden gesloten geplaatst. Vanwege hun gedrag onhandelbaar werd genoemd. Vele traumatische gebeurtenissen hebben ze daar gezien en meegemaakt op verschillende woonplekken, leefgroepen waar ze al die jaren zijn verbleven. Vergis je niet. Mijn meiden waren echt leuke meiden. Er was niks mis mee. Inmiddels heb ik nog een kindje gekregen. En heb ik de gesloten plaatsing van mijn oudste dochter weten te voorkomen. Toen was ze 15 jaar. Bureau Jeugdzorg gaf aan dat ik een nieuw leven had opgebouwd en daar mijn meiden niet in zouden passen. Althans niet allebei. Daar sta je dan. En dan moest je eentje, gaat gesloten geplaatst worden. Uiteindelijk ben ik in een besloten leefgroep geplaatst, hier in de buurt. Waar veel lichamelijke en geestelijke beperkte personen woonden, waar ik tussen zat. Ik was een tiener en snapte maar niet dat ik niet naar mijn moeder mocht en niet naar huis kon. In deze periode ben ik door een 18-jarige medebewoner verkracht, waarbij ik door niemand ben geholpen. Het werd weggeschoven. Wel heb ik dit aan kunnen geven aan mijn moeder. Zij was in alle staten en mocht mij toen, na enorm overleg, mee naar huis nemen. Waarbij jeugdzorg nog wel aangaf dat dit mijn eigen schuld zou zijn geweest en geen aangifte mocht doen. Het zou geen nut hebben, vertelde jeugdzorg mij, omdat deze jongen toch al op een besloten leefgroep woonde. Stap voor stap, jaar na jaar, klopte de jeugdzorg gemaakte stempel onhandelbaar. Na ongeveer een maand bij mijn moeder gezeten te hebben, werd ik tot grote verschrikking als eerste bewoner in Schakenbos geplaatst, waar uiteindelijk ook de jongen werd geplaatst die alles had veroorzaakt. Moet ik echt uitleggen wat dit met je doet? Om het verhaal compleet te maken, wij zijn meerdere malen in opdracht van de jeugdbescherming teruggeplaatst bij vader. Hier gebeurde exact hetzelfde. Alles wat er jaren daarvoor bij mijn moeder was gebeurd, lichamelijk, geestelijk. Ik ga hier verder niet over uitwijken. U kunt dit zelf wel invullen. Nooit enige begeleiding gehad en nog dagelijks ondervind ik hier pijn en beperking van. Want sommige mishandelingen zijn nooit behandeld in het ziekenhuis. Ik denk dat ik ongeveer 29 leefgroepen heb gehad,
meer dan 40 verschillende begeleiders. Ik moet altijd maar weer onderzocht worden, altijd weer therapieën verzinnen. Ik heb goede begeleiders gekend, zeker. Ik herinner er mij twee die na gesprekken met mij beseften dat ze in het verkeerde werkgebied zaten en niet meer tegen konden en ontslag hebben genomen. Ik voel mij mishandeld door de jeugdzorg. Al die jaren dat wij het vertelden, dat ze het zagen of wisten dat het niet goed ging. Mijn moeder gaf het aan, continu. Vanaf het moment op mijn 5e jaar was er geen vertrouwen en werd ik niet gehoord. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nu ben wie ik ben. Ik ben hard geworden. Heel hard. Mijn leven, mijn toekomst, alles wat ik had kunnen en willen bereiken is kapot gemaakt. Mijn relaties, sociale leven, mijn dromen, financieel, alles totaal verwoest. Wat heb ik ooit fout gedaan? Wij hebben gelukkig niets meer met jeugdzorg te maken, maar dagelijks ondervinden wij nog de gevolgen. Ik heb een schadevergoeding gekregen van 5000 euro. Maar voor mij is dit puur zwijggeld. Wat is 5000 euro vergeleken alles wat ik heb meegemaakt? Ik had liever een normaal leven gehad met mijn broers en zussen en mijn moeder. Ik heb me in al deze jaren ontzettend machteloos gevoeld. Alsof ik tegen de mug, tegen de muur aangedrukt ben. En achter een dikke glasplaat sta. En heel hard om hulp roep. En niemand hoort me. Iedereen ziet me, maar niemand hoort me. Er is geen enkele vorm van hulp aangeboden. En hoe meer ik aangaf dat ik zag dat het slecht ging met mijn kinderen, des te meer mij werd afgenomen. Mijn vlucht om op krachten te komen duurde maar een paar dagen. Maar het heeft wel mijn leven verwoest. Mijn zoon Lorenzo is gelukkig in hetzelfde pleeggezin gebleven waar hij nu zit. Ik ben bij hem, voordat hij 12 werd, uit de ouderlijke gezag gezet. Zodat er voor Lorenzo duidelijkheid kwam dat hij daar tot zijn 18e zou blijven. Er is nooit sprake geweest van terugwerken naar mij, maar wel naar vader. Tussen mij en de meiden is gelukkig dat contact altijd goed geweest. Maar met mijn zoon is het niet heel, heel nieuw en op het moment zelfs op nul. Ik ben in 2016 uit Nederland gegaan en verhuisd naar Duitsland, omdat ik bang ben dat mijn jongste zoon ook onder toezicht gesteld zou worden. Hierbij zijn er uitspraken geweest dat ik mijn kinderen zou verlaten en een nieuw leven zou opbouwen, totaal ongegrond en onterecht. Ik ben puur uit angst gevlucht. Er is mij vaak beloofd een bezoekregeling te krijgen met mijn zoon, maar die heb ik in 17 jaar nog nooit echt gehad. Ik mis mijn kind enorm in mijn leven. Maar wil door dit alles wat hem is aangepraat door Bureau Jeugdzorg geen contact meer met mij. Het ergste wat ik ooit heb gezegd als moeder is dat ik liever had gehad dat mijn kind gestorven was, want dan had ik het een plekje kunnen geven. Nu loopt mijn kind ergens rond. Ik weet niet wat er in hem omgaat. Ik weet niet wat hij doet. Ik weet zelfs niet meer zijn geur. Dat is het ergste wat je moeder kan aandoen. Mijn vlucht duurde maar een paar dagen, maar ik heb levenslang. Dank u wel. Ik kijk even of er behoefte is aan vragen, want ik kan me ook voorstellen, ja, ik zie daar een vraag. Ik ga wel even langs of de mensen die specifiek een vraag hebben. Dus ik ga niet het hele rijtje langs. Naomi, je geeft aan dat je hier in de regio in 29 leefgroepen hebt gezeten. We hebben zojuist Krijn ten Hove gehoord over Woetebroekers in het noorden van het land. Dat gebeurt hier niet. Zeker wel. Sterker nog, ik kan mijn hele arm tot op heden dubbel vouwen zonder enige pijn, omdat ze mij zo vaak op de grond hebben neergelegd in elke leefgroep waar ik heb gezeten, dat het gevoel is weg. Het lijkt mij een duidelijk antwoord. Ik kijk of er nog andere vragen zijn. Mevrouw Heesen. Dank, voorzitter. Enorm heftig verhaal. Drie hele sterke vrouwen, maar wel heel hard. En dat vind ik heel heftig. Maar ik had wel nog een vraag. En dat ging over dat u vertelde over de aangifte die niet
gedaan mocht worden. Omdat die specifieke dader, om het maar even zo te zeggen, het daar had verricht. Kan je dat misschien iets meer toelichten? Hoe bedoelt u? Ik weet niet waarom... Wil je weten hoe het gebeurd is? Nee, dat zeker niet. Dat is privé. Maar ik ben benieuwd waarom destijds gekozen is dat jij dat niet mocht doen. Omdat ik zat op een besloten groep en mij is verteld, omdat deze jongen toch al besloten zat, ik er niks tegen kon doen, want hij had zijn straf al. Lijkt me een antwoord. Ik kijk of er verder nog behoefte is aan vragen. Het raakt me zo enorm. Ik ben gewoon heel stil. Goed, ik zie dat er inderdaad geen vragen verder zijn, dus het lijkt mij duidelijk. Dank u wel voor uw verhaal. Alsjeblieft. Ik wilde graag kort pauzeren. U kunt koffie en thee even halen. En ik wil uiterlijk om 9:50 de vergadering hervatten. 9:50.